Dit is Flevoland van zondag 26 november. Een groep vrouwen uit de Noordoostpolder heeft gisteravond in bruidsjurk een mars door het centrum van Emmeloord gehouden. Ze vroegen daarmee aandacht voor het geweld tegen vrouwen. Die moeten er namelijk dagelijks bij stilstaan of het wel veilig is om alleen op pad te gaan. Misschien klemt ze haar sleutels wel tussen haar vingers, zodat ze iemand beter kan raken op het moment dat het onveilig is. Het kan ook zijn dat ze een hoodie of een joggingbroek over haar uitgaansjurkje aantrekt, zodat ze er minder opvallend uitziet. Mannen stappen over het algemeen gewoon de deur uit. Dat zouden we ook graag willen voor vrouwen en meisjes. Veilig, altijd en overal. Aanleiding voor de bruidsmars is de internationale campagne Orange the World, die ieder jaar aandacht vraagt voor geweld tegen vrouwen door gebouwen of objecten oranje te kleuren met licht. Daar komt ie. Maar waarom liepen de vrouwen nou eigenlijk in een bruidsjurk? Een van onze leden die heeft in Amerika gewoond en die heeft het verhaal meegenomen van daar. Daar is naar aanleiding van een vrouw die op haar trouwdag bij de voorbereidingen van haar huwelijk door haar ex-partner vermoord is. Ter nagedachtenis daarvan heeft een andere vrouw het idee opgepakt om een bruidsmars te organiseren. Omdat zij vond dat dit probleem eigenlijk wereldwijde aandacht moest krijgen. En nou, onze zooroptimist heeft dat meegenomen hier naartoe. En toen hebben wij dat idee omarmd en gedacht, we gaan het hier ook proberen. Iedere 8 dagen wordt er in Nederland een vrouw door een man vermoord. En 45% van de vrouwen in Nederland krijgt te maken met geweld van mannen, blijkt uit onderzoek. De vrouwen hopen daarom dat de bruidsmars bewustzijn bij mannen kweekt om geen geweld tegen vrouwen te gebruiken. Heel veel mannen denken nog steeds dat het hier ook niet voorkomt. Ja. Weet je? En ook mannen moeten elkaar gaan aanspreken op gedrag. Want zonder de mannen komen we er niet. Die moeten ook meewerken. Dag mevrouw, waarom loopt u vandaag in een bruidsjurk? Omdat ik graag mee wil helpen om te zorgen dat er minder geweld is tegen vrouwen en meisjes. Ja. Op alle gebieden. Het lijkt zo vanzelfsprekend, hè? Je slaat geen vrouwen, maar toch gebeurt het ontzettend vaak en vaak ook achter de voordeur. Ja. Hoe moeilijk is het voor vrouwen die worden mishandeld om zich vrij te vechten? Nou, dat is heel moeilijk. Daar rust nog steeds een taboe op. En ik denk ook dat heel veel vrouwen er moeite mee hebben om daarmee naar buiten te treden. Het is niet iets wat je heel makkelijk uit naar anderen. Goed gevoel over vandaag? Oh, geweldig gevoel. Echt waar, echt leuk dat er zoveel mensen waren, ondanks dat het even regende. Maar dit was echt geweldig. Het Sinterklaaspakhuis in Theater Corozia in Almerehaven ligt vol met tweedehands cadeautjes. De afgelopen dagen konden ouders daar het speelgoed inleveren waar hun kinderen niet meer mee spelen. Dus de mensen die het inleveren, die geven vaak hele tassen vol van nou, we hebben er toch niks aan. En dan geven wij het weer aan mensen die het goed kunnen gebruiken met hun kleine kinderen. Daar gaat het eigenlijk om. Op deze manier kan de Goedheiligman het speelgoed hergebruiken. De afgelopen week is al flink wat gedoneerd. Ik had allerlei peuterspeelgoed, babyspeelgoed. Eigenlijk een beetje ook in het kader van lekker opruimen. En tegelijkertijd voor een goed doel. Kinderen die anders geen cadeautje kunnen krijgen, een beetje blij maken. Nou, ik heb het 1 keer gepuzzeld en is het wel weer goed. Het is helemaal compleet, dus voor de liefhebber, hè, toch? Ja. En u dacht, ik geef het aan dit doel? Ja, heb ik vorig jaar ook gedaan. Ja, het is allemaal nog supergoed, dus dan denk ik, nou, dat kan zeker nog een rondje mee. En als je wat inlevert, krijg je een bonnetje. Daarmee kan je aankomende week een cadeautje uitzoeken. Sommigen willen niet eens een bonnetje, die zeggen, hoeft niet, geef maar aan een ander. Gebeurt veel. En dan geven wij het bonnetjes volgende week weg aan mensen die het wel kunnen gebruiken. Al deze herbruikbare cadeautjes worden door vrijwilligers gecontroleerd. De puzzelstukjes worden geteld en werkt alle elektronica nog wel. Het is niet allemaal nieuw, we letten wel op dat het er goed uitziet. Maar er worden ook hele tassen vol met nieuwe spullen binnengebracht. En vooral gisteren bijvoorbeeld door een oude dame, die komt vaak hier in het buurthuis. En die weet dat en dan gaat ze naar de Action en dan haalt ze gewoon een tas vol met nieuwe spulletjes. En dat is zo lief en dat zijn er meerdere die dat doen. Dus dat is heel leuk. Het wordt ook steeds meer bekend, dus dat is wel leuk. Ik denk dat het heel erg geslaagd wordt. Ja, ik denk dat er straks heel veel binnenkomt nog deze middag. Omdat Sinterklaas nu ook beneden zit.
Dus dan komen ze met de kindjes ook nog. En dan, ik denk dat er nog meer komt. En de Sint? Hij is er maar wat blij mee. Almere City heeft voor het eerst sinds 23 september weer een nederlaag geleden in de Eredivisie. In het eigen Janmarstadion ging de ploeg van Alex Pastoor vanmiddag met 0-5 keihard onderuit tegen Heracles. Bij rust leidden de gasten uit Almelo nog met 0-1. Hiermee kwam er een einde aan een mooie reeks van 6-op-1 volgende wedstrijden waarin de Almeerders geen nederlaag kenden in de Eredivisie. Norin Bakker, jullie gaan er keihard af hier tegen Heracles. Onverwacht. Heb jij een verklaring voor deze nederlaag? Ja, momenteel nog even niet. Ik denk dat we gewoon collectief gefaald hebben. En ik zelf ook. Ik zat ook niet lekker in de wedstrijd. En dan krijg je 5-0 op de broek. Ja, ik krijg er heel vroeg een tegengoal, dus je begint slecht. Daarna hadden we het eigenlijk best wel weer onder controle, denk ik. Ook begin tweede helft we beter waren. En daarna verlies ik de bal op een plek waar dat niet mag. En word meteen afgestraft. En eigenlijk daarna hebben we niet meer echt in de wedstrijd gezeten, denk ik. Een mogelijke oorzaak is dat we heel slecht aan de wedstrijd begonnen. En met slecht bedoel ik dat we op een manier begonnen met voetballen. Die we een hele tijd niet gedaan hebben. De verdediging was bij ons vanaf de 2-0 zo lekker zijn mandje. Ja. En dat mag absoluut niet gebeuren op dit niveau. Komt er een einde aan een hele mooie reeks van 6 wedstrijden ongeslagen in de Eredivisie? Is dit dan een tikkie? Ja, tuurlijk. Je krijgt een behoorlijke draai om je oren. Maar er zaten ook goede dingen in. Ik denk dat we gewoon moeten kijken naar de dingen die ons vandaag de kop kosten. Maar we kunnen ook genoeg positieve dingen meenemen naar de volgende wedstrijden, helaas. Dan komt er wel een einde aan een hele mooie reeks van 6 wedstrijden, geen nederlagen in de Eredivisie. Tegen een tegenstander waar je dat eigenlijk niet tegen verwacht. Nee, maar je kunt er altijd tegen aanlopen. Ik bedoel, een reeks heb ik ook een broertje dood aan. Dat wordt een verhaal op zich en dat is in mijn hoofd nooit zo. Daar maak ik me helemaal niet zoveel zorgen om. Wat dat betreft ben ik eigenlijk blij dat die reeks voorbij is. Ja. Lelijke uitslag. Daar zijn we het snel over eens. Ja. Ja. De voetballers van Flevo Boys op de zaterdagmiddag voor eigen publiek tegenover Blauw-Wit 34 uit Leeuwarden. De Emmeloorden staan op de 3e plaats en zijn met veel eigen jeugd aan een goed seizoen bezig. De tegenstander uit Friesland is een goede middenmotor in die eerste klasse. Maar de opening is voor de Emmeloorders, want dit is Younes El Gamarty. En hij zet binnen 1 minuut de 1-0 voorsprong voor Flevo Boys op het scorebord. Wat een droomstart voor de Emmeloorders. En hier is El Gamarty weer weg, maar hij blesseert zich. Vermoedelijk aan de hamstring. En na krap 7 minuten zit zijn wedstrijd er alweer op. En zijn vervanger is dan Aaron Nijboer, die zich op de bank zat te verbijten, want hij had geen basisplaats. Flevo Boys in die openingsfase, heer en meester. Lekkere steekbal van Jelme Dijkman. En dan is het makkelijk afdrukken voor Johan Teams. En Flevo Boys na een kwartiertje voetballen al op een 2-0 voorsprong. Dan de beelden uit de 26e minuut. Bob Schepers komt in balbezit. En hij kan de bal voor het doel brengen. En Floris Boonstra is dan ter plaatse om de bal binnen te werken. En dan is de marge nog maar 1 treffer. En moeten de Emmeloorders toch oppassen dat ze die snelle voorsprong niet weggeven. Dan een vrije trap voor de gasten. En die bal ketst op het aluminium. En dat had zomaar de gelijkmaker kunnen betekenen. En daar komt Flevo Boys dus goed weg. Maar de Emmeloorders blijven uitstekend voetballen. Kijk maar eens naar deze aanval. Het is een soort rugby aanval die eenvoudig wordt verzilverd door Aaron Nijboer. 3-1. En daar zou het niet bij blijven. Want op slag van rust deze aanval via de rechterkant. En bij de tweede paal opnieuw Aaron Nijboer. Hij bepaalt de ruststand op 4-1.
Na de pauze gaat de lange bal in de richting van Aaron Nijboer. De Vriezen lopen elkaar in de weg. En Nijboer kan zijn invalbeurt echt cachet gaan geven. En dat doet hij met een schitterende treffer. Hij zet zijn ploeg op een 5-1 voorsprong. Nijboer bekroont zijn invalbeurt met een hattrick. De wedstrijd is dan natuurlijk al lang gespeeld. Maar de Emmeloorders blijven de aanval zoeken. En dat levert resultaat op. Gianni Giskens bekroont zijn invalbeurt met een treffer. Hij bepaalt de eindstand op 6-1. Flevoboys ligt op koers om na de degradatie van vorig seizoen snel weer terug te keren naar de vierde divisie. De ploeg stijgt door de overwinning naar de tweede plaats. Man of the match was Aaron Nijboer, die als invaller erg belangrijk was met een hattrick. De stand komt op 6-1. 3 doelpunten, ja. Ja, daar heb ik, ik denk 15 jaar op moeten wachten. Dus het was lekker invallen op deze manier. Dus alleen maar positief. Ja, zat er ook iets van je gram halen in? Zo'n speler ben ik eigenlijk helemaal niet. En ik kon wel makkelijk accepteren dat ik er vandaag naast stond, ondanks dat ik het natuurlijk heel jammer vond. Maar mijn gram halen, dat zat er niet echt helemaal in. Maar het is wel lekker dat ik meteen bij je eerste twee kansen erin schiet.